Dit is een videoproductie van inmail.nl en De Nije Krant. Dit is Herfstgasten, een tv-programma van het ondernemerscollectief Mil. Presentatie Corné Kremers. Dames en heren, geef hem een applaus. Bert Damink. Welkom, dames en heren. Welkom bij Herfstgasten, een programma van het ondernemerscollectief Mil. En we komen vanavond rechtstreeks, semi-rechtstreeks, vanuit cafézaal Eterij Libre aan de Langeboomseweg in Mil. En in Herfstgasten praat ik met de meest uiteenlopende ondernemers of met mensen over de meest uiteenlopende ondernemerszaken. En onze volgende gast hier aan tafel is Frans Verschaik uit Langeboom. Frans, ondernemer, actief bij de industriële kring, stond aan de wieg van het glasvezelnetwerk hier in het Land van Kuik, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Je bent beheerder van het museum, het museum van nostalgie, dus een heleboel dingen waar we het over kunnen hebben. Maar eerst, want jouw vader is eigenlijk met alles begonnen, hè? Wim van Schaik. Ja, mijn vader die was vroeger hier de dorpsmet van Langeboom. Ja. En die kwam veel bij de boeren, maar hij is begonnen in de tijd dat het de boeren nog met de paarden werkten. Ja. En op een gegeven moment kwamen de eerste tractoren. En toen gingen de paarden op stal. En toen is mijn vader in de handel begonnen, in de handel van landbouwwerktuigen. Ja, want die dacht van ja, als die paard er niks meer in kan smitten, dan houdt het precies op. Precies, ja, ja. En dus ging je in de mechanica, in de tractoren? Hij ging niet in de tractoren, maar puur in de machines, voor en achter de tractor. Ja. En dat heeft mij ook meteen geïnspireerd als klein manneke, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat ik al een jaar of 4, 5 was en die machines die mijn vader verkocht, maakte een enorme indruk op mij. Ja. En ja, daar ben ik mee groot geworden en ik heb nooit anders geweten. En vanaf mijn 4e wist ik al dat ik later ook machines ging verkopen. Ja. En zo is het ook gekomen. En je had ook broers en zussen? Ik heb 1 broer en 1 zus. En die zijn ook actief als ondernemer? Nee, mijn zus is lerares. En mijn jongere broer die is financieel administratief heel goed kundig bij bedrijven. Ja. Maar ja, jouw vader, Wim, dat was ook wel echt een man die... Ja, iedereen kende hem, hè? Ja, dat klopt. Want waar kwam dat vandaan? Want ja, smeet en dan handelen, maar ja, ja. Er zijn natuurlijk meer mensen. Ja. Maar waar kwam de naam van jouw vader of zijn waardering door iedereen voor het werk van jouw vader? Nou, dat heb ik ook wel van mijn vader meegekregen. Mijn vader zei altijd: je kent nooit genoeg mensen. Zorg dat je altijd genoeg mensen krijgt. Vroeg of laat, dat is allemaal nodig. Ja. En dat heb ik in mijn opvoeding meegekregen. En ik heb daar nog elke dag baat bij. Ja, want op een gegeven moment, ja, het bedrijf werd steeds groter. Mm-hmm. En daar groeiden jullie in mee als... Daar groeiden wij in mee. Natuurlijk ging ik wel eens bij vriendjes spelen, maar meestal was ik altijd bij mijn vader. Machines monteren, de magazijn inruimen, maar het liefste met mijn vader mee op pad. Ja. Ik kende ook in een mum van tijd. Ik was volgens mij nog maar een jaar of 10. En als we dan een nieuwe vrachtwagenchauffeur hadden, dan moest ik altijd mee. Want ik wist overal de weg. Ik wist waar die klanten allemaal woonden. Ja. Mocht altijd mee de weg wijzen. Ja. En ik wist niet waar links en rechts was, maar die kant op, rijdeur. Zo ging dat toen. Ja. En hoe is dat dan? Want op een gegeven moment, ja, dan worden ouder, dan krijg je ook wat verantwoordelijkheden in het bedrijf. Hoe is dat dan om samen met uw vader te werken? En met vooral iemand als Wim Verschaik? Ja, ik heb dus lagere school gedaan, middelbare school. Daarna ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Daar had je Wim allemaal niet, denk ik. Nee, met een technische kant erbij. Dus ik heb bedrijfskunde gedaan, half commercieel en half technisch aan de HTS. Want ik moest natuurlijk ook wat van techniek weten. Ja. En na mijn studietijd ben ik gelijk bij mijn vader in het bedrijf gegaan. Mm-hmm. En even kijken, we hebben nu 21, 30 jaar geleden heb ik het bedrijf ook al
op jonge leeftijd van mijn vader overgenomen. En hoe ging dat toen? Ja, hoe ging dat? Dat is gewoon van vader op zoon. Mijn vader is dan vorig jaar overleden, maar ik ben nu zelf 60, maar ik heb 40 jaar samen met mijn vader geleefd op één kantoor. Ja. En wat ik kan me voorstellen dat dan... Ja, Wim was natuurlijk wel iemand die daar zijn eigen visie op had waarschijnlijk. Ja, ja. En kon die daar ook overdragen, overlaten ja, aan jou? Of dat was wel dat je zei, Frans, dat kan wel. Ja, natuurlijk heb je wel eens van die momentjes. Maar ook de wereld om ons heen veranderde. Mijn vader die heeft een beetje geld gemaakt. Vooral met hele grote aantallen. Er waren te weinig machines. Het was lastiger voor hem om aan machines te komen dan er vanaf te komen. Ja. Maar op een gegeven moment in de jaren 80, 90 verdwenen er heel veel boeren. En toen moesten we toch wel de bakens verzetten. Ja. Dus toen gingen we van al die aantallen af. En dan moesten er toch andere machines komen waar veel meer techniek in zat. En dat was weer mijn ding. Ja, ja. Ja, dan moet je ook je bedrijfsvoering veranderen en bijschakelen van hoe gaan we het dan doen. Ja. Ja. Iets wat we bij jullie ook kennen, dat is het museum, hè, wat Wim ooit begonnen is. Museum van nostalgie. En techniek. En techniek. Dus, waar kwam dat vandaan? Dat... Nou, dat komt ook eigenlijk een beetje uit die tijd van toen ik een klein manneke was van 4. Want mijn vader verkocht dan van die nieuwe machines. En dan had hij gewoon een luxe auto, een kar erachter. En dan ging hij zo'n machine wegbrengen. En als manneke van 4 kon ik me heel goed herinneren. Die nieuwe machines vond ik prachtig. Maar als mijn vader terugkwam, dan kwam hij nooit met een lege kar terug, maar altijd met een kar vol met rommel, troep, kneut. Je kunt het zich echt niet bedenken. Wij dachten allemaal, wat gebeurt hier nou toch? Ja. En dat ging maar door en dat ging maar door. En het aparte was ook nog dat hij er al zo trots op was wat hij me terugbracht. Ja. En ook, dan moest allemaal netjes binnenstaan, die kneut en die troep. En die nieuwe machines waar we moesten leven, dat mocht buiten in de regen staan. Ja. Natuurlijk kan ik dat nu begrijpen, want dat moest zichtbaar zijn, dat moest hij showen. Ja, ja. Maar hij bewaarde altijd alles. Maar toen al met het idee om er ooit een museum van te maken, van al die spullen? Waarschijnlijk wel. Ja. Hij bewaarde het allemaal, hij deed het ook heel veel restaureren en dergelijke dingen. En toen ik later in het bedrijf kwam en mijn vader wat ook een beetje de bakens en wat meer tijd kreeg. Toen kwam hij op een gegeven moment. Goh, ik heb zoveel van die rommel en die kneut en die troep. Ik kan er wel een museum van maken. Dus wij dachten, joeps. Maar goed, uiteindelijk heeft er iets moois van gemaakt waar we met z'n allen trots op zijn. Ja. En het trekt ook heel wat bezoekers, hè, het museum. Ja. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug, Frans. Maar wat we jou net al een keer hoorden zeggen, dat is volgens mij ook een beetje een gouden tip, hè, als we het ergens over hebben. Het contact leggen als ondernemer. Hè? Ja. Want dat is ook de reden dat je actief werd bij de industriële kring? Ja, natuurlijk zijn we als bedrijf ooit lid geworden bij de industriële kring. Nou, dat is een prachtige vereniging waar we ons prettig bij thuis voelden. En dan, als je al zo lang lid bent, dan ga je ook een keer een functie binnen het bestuur bekleden. Ik ben begonnen als penningmeester. Ja, en later ben ik een keer interim voorzitter geworden. Ja. Omdat de vorige voorzitter onverwachts ermee ophield. Ja, dan ben ik een beetje aan blijven plakken. Hè. Nou doe ik het alweer een hele tijd. Ja. En wat doe je als wat doet de industriële kring? Als je dat... Wij behartigen de zaken van de ondernemers. Dat is industrieel Kring, Land van Kuik. Dat is de industriële kring, Land van Kuik en Noord-Limburg. En Noord-Limburg hoort er ook bij. Ja. Ja. En daar, zeg maar, wat je straks zei, van die contacten met ondernemers, zorgen dat je mensen kent. Ja, het mooie ervan is dat je daar, je bouwt er een enorm netwerk mee op. Want het is niet alleen met de ondernemers onderling, maar je komt overal. We hebben ook een platform Mooi Maasvallei, waar alle stakeholders in zitten, zoals de burgemeesters, maar ook alle directeuren van de scholen, het ziekenhuis en al dat soort dingen. En daar maken we plannen wat we hier allemaal in het Land van Kuik en Noord-Limburg nodig hebben. Ben je ook ooit politiek geïnteresseerd geweest? Want ik kan me ook voorstellen als je denkt van... Ja, nee, politiek is nou net iets wat me niet helemaal ligt. Dat is toch echt iets anders. Want? Ja, dat is... wat moet ik nou verwoorden? Hoe kan ik dat nou zeggen? Ondernemers is allemaal... Het is vaak wat sneller, rechter... Precies. Ik ben toch meer recht door zee en echt plannen maken. En politiek is toch een heel ander item. Ja. Bovendien heb ik een echtgenoot die dat wel heel erg leuk vindt. Ja. Dus die is lekker in de politiek aanwezig en ik doe het op een andere manier. Ja.
Denkt hij ook, want dat is, als je met ondernemers praat, dan zeg je, mijn god, die politiek, dat duurt me toch altijd een eeuwigheid. Zeg je dat ooit tegen jouw vrouw, Petra, thuis? Zeg je, meid, hoe begin dan? Ja en nee, maar er zijn ook dingen waar je, dan bijvoorbeeld op het glasvezelnetwerk, ja. We hebben altijd vanuit de industriële kring gezegd, onze bedrijven, die moeten breedband hebben, ja. Die moeten veel sneller internet hebben. Dus dan ga je toch met de gemeente, en dat is ook weer het netwerken, met de burgemeesters en met de wethouders, ga je met elkaar in gesprek. Ja. Hoe kunnen we zoiets organiseren? Ja. Want hoe zette je dat toen op? Want toen was dat nog via dat LVC-net volgens mij in het begin. Hè? Er kwam het idee van, we moeten glasvezel hebben in het hele land. Nou, op een gegeven moment is er onderzoek gedaan door de 5 gemeentes. Is het rendabel? Is die rendabel te maken? En is er ook echt behoefte aan? En dat kwam een positief verhaal uit. En toen zeiden de gemeentes, nou, we kunnen het op een of andere manier organiseren. Initiële kring, jullie willen het, ZLTO, de boeren willen het. Ja. Nou, hoe kunnen we dat gaan organiseren? En van daaruit hebben we die LVC-netcoöperatie opgericht, ja. Om het in eigen hand hier aan te gaan leggen. Ja. En dat is op een gegeven moment wel overgegaan naar een commerciële partij, volgens mij. Ja, we hebben daar geldelijke middelen van de gemeentes voor gekregen. Op leenbasis, dus moeten we ook allemaal weer terugbetalen om daar onderzoek naar te doen en om contracten te gaan winnen. Ja. Want onze eerste business case was om het zelf aan te leggen. Daarvoor haalden we net niet genoeg contracten binnen. Toen hebben we niet gezegd van nou, jammer, het is mislukt. Nee. Toen zijn we gaan kijken, en dat is weer ondernemen, hoe kunnen we het wel rendabel maken en zijn we met e-fiber in zee gegaan. Ja. En uiteindelijk heeft het geresulteerd dat we 2 weken geleden het officieel opgeleverd hebben. Ja. Dat in het hele land van Kuik 42.500 aansluitingen zijn gemaakt. Ja. En het mooie ervan is dat niemand binnen onze gemeente er iets voor hoeft even te betalen. Ja. Want dat was uiteindelijk ook het doel. Hè? En de gemeenschap het geen geld gekost heeft. Ja. Dus ook alle leningen zijn aan de, en alle kosten zijn aan de gemeentes terugbetaald. Dus wij kunnen trots zijn dat we hier allemaal glasvezel hebben. Zonder dat iemand het iets gekost heeft. Ja. Maar dat voelt ook wel goed, denk ik. Als je dan aan iets begint en je denkt van, dat willen we eigenlijk, dat het uiteindelijk ook op die manier wordt afgerond. Dat is altijd prachtig. Ja. Als het lukt en allemaal, Heb jij het bedrijf overgenomen van jouw vader. Je zegt net, je bent 60, hè, dus over 1 jaar of 7 dan moet je ook stoppen met mij. Zitten er al opvolgers aan te komen? Is er iets wat je... Nee, in mijn branche of ik heb 3 kinderen, maar allebei helemaal niets met techniek. Mm. Mijn echtgenoot heeft ook al wat techniek, maar onze 3 kinderen, alle 3 niet. Nee. En vroeg of laat stop ik daar een keer mee of ik doe het van de hand. Ja. En mijn toekomst ligt wel bij het museum. Ja, ja. Want dat museum, wat we net al zeiden, museum van nostalgie en techniek. Ja. Voor de mensen die er nog nooit geweest zijn, als je ons mee moet nemen naar het museum, wat zien de mensen? Wat kunnen de mensen vinden als ze dat zijn? Ja, dat is een beetje lastig uit te leggen. Maar ik zal toch een poging doen. Het museum van nostalgie is een museum wat je het best kunt vertalen. Bij ons vind je een 50 mini-museumpjes onder 1 dak. Van allerlei onderwerpen, van ambachten, maar ook allerlei andere onderwerpen. Als je in het museum komt, dan word je wel een beetje overvallen door heel veel oude tractoren. Ja. Maar dat is eigenlijk ook een mini-museum. Alleen die tractoren zijn nou net iets groter en het zijn er nogal enkele. Ja. En dan heb je het idee dat je in het trekkenmuseum terechtkomt, maar dat is geenszins de waarheid, als het ware. Daarom gaan we ook altijd rondleidingen doen met een gids. En die gidsen die spenderen bijna nooit geen aandacht aan die tractoren. Tenzij er echte liefhebbers bij zijn. Ja, want er zijn een heleboel dingen. Hè. We hebben Bert Damink vandaag hier als muzikant, lid van de Eetbol Boppers. Die hebben er ooit opnames gemaakt in een tandartspraktijk uit de jaren terug. Hè. Ooit bij jullie in het museum. Ja. Dat vind je er dus ook? Dat vind je er ook, Mensen die er meer over willen weten, het is nu het allemaal weer kan, denk ik, vaker open. Normaal zijn we open van 1 april tot 1 november. Mm-hmm. In de wintermaanden niet, want het is gewoon te koud. Dus we hebben nu nog één maandje te gaan. Precies. Alleen die maand oktober gaan we het toch niet doen. Want met 1,5 meter afstand houden konden we geen goede rondleidingen geven. Een paar keer geprobeerd, maar dan ben je heel snel politieman aan het spelen. Ja.
En om nu nog voor één maand oktober met halve bezetting en halve afspraken zien we niet zitten. Dus 1 april 2022 gaan we weer vol aan de slag. En komen daar nog zaken bij? Zijn er nog plannen voor de uitbreiding van het museum? Ja, dat gaat gewoon door. Ja? Want het verzamelen zit, het verzamelen is ook zit natuurlijk ook wel een beetje in mijn bloed. En binnenkort gaan we bijvoorbeeld, ik zal dan ook een voorbeeldje geven. Yeah. Wat hier ook enorm een gebrek is aan technisch personeel, technisch onderwijs. En dat begint vaak bij de kinderen die niet meer met schroefjes, boutjes en moeren werken. Maar de ouderen onder ons, die zijn ook allemaal wel een keer kind geweest en hebben misschien nog wel met Meccano gespeeld. En als je over een maandje bij ons in het museum komt, dan heb ik een geweldige mooie collectie van Meccano, wat vanaf 1907 gestart is, dat bedrijf, met het maken van dozen en dat soort dingen. En zo gaan we verder. Ja. Ik hoor in de zoon het enthousiasme en de gedrevenheid van Wim terugkomen, denk ik. Hè? Mooi om te horen. Ja, dankjewel. Dankjewel Frans voor jouw mooie verhaal. Zometeen, dames en heren, dan gaan we het weer over een totaal ander onderwerp hebben. Maar eerst maar eens even weer tijd voor muziek en wat te drinken. Want hij is er nog steeds, Bert Damink. Zover deze aflevering van Herfstgasten, een programma van het Ondernemerscollectief Mil. Meer weten over hetgeen zij zoal doen? Like dan de Facebookpagina en zie www.ocmil.nl.